Nintendo fans. Ik wilde vandaag eigenlijk een video maken over Mario Kart Live. En dat wilde ik doen met alle amiibo die hier normaal gesproken achter mij op de planken staan. Dat zijn ook echt alle amiibo die er zijn. Maar dat was iets meer werk dan ik van tevoren dacht. Dus dat is niet helemaal gelukt. Als je me volgt op Instagram, dan had je dat al kunnen weten. Want daar heb ik allerlei stories geplaatst over die video. Laten we even een paar seconden kijken hoe dat ging. Ja, dat is dus niet helemaal gelukt. Overigens wel echt een tof ding. Ik heb gekozen voor Luigi, want ja, Luigi. Luigi is gewoon de snelste. Nee, dat is niet waar, maar ik vind Luigi wel gewoon tof. Anyway, alle amiibo moeten weer terug op die planken. En nou leek het mij leuk om daar toch een video over te maken voor jullie. En dan ga ik ondertussen gewoon allerlei leuke verhaaltjes vertellen over al die amiibo. Welke mijn favoriete amiibo zijn, welke ik stom vind. Doe een blauw duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal voor Nintendo video's. En laat vooral even een reactie met jouw favoriete amiibo achter. Want dan ga ik jouw favoriete amiibo even raten. Voor iedereen die geen Engels spreekt, dat betekent een cijfer geven. Yes, dus dit is de doos met alle amiibo. En ziet dit er niet vet uit, jongens. What? We hebben hier de gele bal Pac-Man. En hier is de Goblin uit Diablo. Oh, en hier heb je misschien al gelijk mijn favoriete amiibo. Het is Midna. En Wolflink. Oh, deze vind ik zo cool. Ik hou gewoon van Zelda Twilight Princess. Laten we deze gewoon even hier neerzetten. Nice. Ik heb hier nog een paar andere Zelda amiibo. En ik denk dat de Zelda amiibo misschien wel de meeste amiibo heeft. Misschien zelfs al meer dan de Mario serie. Ik reken de Smash Bros serie dan niet echt als Smash Bros serie. Want ik vind dat Mario en Luigi uit de Smash Bros serie eigenlijk gewoon bij de Mario serie horen. Ik weet niet of ik nu al alle amiibo van Zelda heb neergezet. Er staan er in ieder geval best wel veel. En dit vind ik toch wel echt de lelijkste. Dit is de Link amiibo uit de Super Smash Bros serie. En kijk die gele staaf in zijn reet. En hij is echt super bleek ofzo. Er zit niet heel veel detail in. Dus deze doet het niet voor mij. Maar deze vind ik wel echt tof. Dit zijn de amiibo van de uitverkorene Revali, Urbosa, Mipha en Daruk. En ik kan niet wachten om Hyrule Warriors Age of Calamity te gaan spelen. Om achter hun geheimen en hun verhalen te gaan komen. En nu hebben we de Metroid amiibo. Deze zijn zo vet. Kijk dan, bekijk ze even van dichterbij. Check die Ridley en die Metroid en Dark Samus. Holy macaroni. Kijk deze amiibo, dit is toch geweldig. Je kan zelfs een patroontje voelen op Dark Samus. En hij is gewoon shiny. Dit is misschien ook wel gewoon een van mijn favoriete amiibo, jongens. Ik ga ze erbij zetten, op het plankie. Zoals je kan zien heb ik de Pokémon amiibo op de bovenste plank. En dat komt omdat die Detective Pikachu amiibo zo onwijs groot is. Kijk, hij past gewoon niet op de normale planken. En hierboven heb ik ietsjes extra ruimte, zodat ik deze bad boy gewoon kwijt kan. Zijn ze niet vet? Kijk dan, dit is toch tof, of niet? Vooral deze Ivysaur amiibo, die vind ik echt heel vet qua detail. Ik ga nu even door met de retro amiibo en de Game & Watch amiibo, dat is een bijzonder verhaal. Die heb ik namelijk 4 keer gekocht. Het ding is namelijk, je kreeg alle 4 de verschillende bovenkantjes wel bij je amiibo, maar je kreeg maar 1 onderkantje. Dus als je ze dan alle 4 neer wilde zetten, had je 4 van die onderkantjes nodig. Dus moest je 4 keer die amiibo kopen. Ik ga even een leuk plekje zoeken voor alle klassieke retro amiibo, zoals ook Wally. En ik ga ze even op de plank knallen. Het kan zijn dat er een paar nog niet op de planken staan, maar dat die nog in de doos zitten. Maar ik denk dat ik er toch bijna ben. Qua klassiekers, qua retro karakters. Oké, kijk even naar al deze bad boys. We hebben Ice Climbers, Snake van Metal Gear Solid, Sonic, de Street Fighter characters. Hier Mr. Game & Watch, Duncan, Duo, de Mega Man amiibo. We hebben hier Ness, Pac-Man, Bayonetta, Shulk, Richter en Simon. Ja, hier hebben we Wally. Pit amiibo van Final Fantasy. Zie Cloud en nog een paar. En hieronder, ja, dit zijn de badasses van Shovel Knight. Maar ik hoor je denken, Rick, wat is nou de allerduurste amiibo? Welke is het meeste waard?
Serieus, dit blokje is dus het meeste waard. En ik denk dat het komt omdat er gewoon niet heel veel van zijn gemaakt. Hij kwam met zijn eigen game. Dat was een game voor de 3DS. En ik, ja, volgens mij hebben niet heel veel mensen die gekocht. Die game kwam ook alleen maar uit in Azië. Dus het was nog moeilijker om aan te komen. En volgens mij kost deze nu meer dan 150 euro op eBay. Het is echt niet normaal. Ik ga deze erbij zetten op de plank. En dan gaan we door met Animal Crossing. Mijn favoriete game van 2020. Hier staan ze dan, jongens. Alle amiibo uit Animal Crossing. Met Rover, Celeste, Bladders, KK Slider en al die andere. Er zijn trouwens echt superveel Isabel amiibo. Dit is gewoon al de derde. What? Ja, het begint er alweer uit te zien als hoe het was. Kijk maar, lekker hoor. Nou, we zijn al over de helft, denk ik. Nice. Dan gaan we nu verder met de Mario serie. Met onder andere deze bad boy, Wario. Oké, daar zijn we weer. Ik denk dat ik er wel uit ben. Ik vind het op zich wel tof. Want ik heb alle good guys, zeg maar, bovenin gedaan. Behalve Wedding Bowser van Super Mario Odyssey. Want dit is gewoon een baas. Deze is gewoon, waar is die? Daar is die. Die is gewoon super vet. En alle bad guys, die staan dan lekker hier beneden. Eén plankje naar beneden. We hebben hier Waluigi. En als we hier naartoe gaan, hebben we nog een paar andere bad guys. En we hebben hier Piet. What up, Piet? Maar mijn favoriet is denk ik toch wel de Boo Amiibo. Want de Boo Amiibo is een glow-in-the-dark Amiibo. Echt heel cool. Oh, en ook een dikke shout-out naar jullie twee hoor. Goomba en Koopa. Dus ja, ik denk dat ik wel tevreden ben tot nu toe. Ja, ik ga denk ik toch wel even de indeling nog aanpassen strakjes. Want er zijn daar aan de linkerkant nog wel wat gaten. Maar oké, we gaan lekker. Nice. Ik heb hier nog een paar hele bijzondere Amiibo. En dat zijn deze Monster Hunter Amiibo. Kijk hoe vet deze zijn dan. Die gasten zitten gewoon op draken. Zo cool. In totaal zijn er 6 van. Oh, ik vind deze echt heel cool. Die ik nu beweeg. Kijk die bek van dat beest. Raaah! En dan hebben we deze nog. Dit schattige meisje op. Ook best wel een cool beest. En ja, deze kat. Tijd om die ook even op de plank te zetten. Want deze zijn zo cool. Deze waren trouwens alleen maar verkrijgbaar in Azië. Dus deze heb ik moeten importeren. Ja, dat is altijd best wel een klusje. Oh, wauw. Ik hou echt van deze amiibo. Ik vind ze zo ontzettend cool. Ja, deze zijn wel een van de meest bijzondere amiibo in mijn collectie. My precious! Ik ga nu even wat loze ruimtes opvullen met amiibo waar er niet heel veel van zijn. De Star Fox serie. We hebben dus deze, Star Fox. En je hebt Falco. Oh ja, en deze. Wolf. Die is wel echt cool. En twee superleuke amiibo uit de Pikmin serie. Binnenkort Pikmin 3 Deluxe voor Nintendo Switch. Daar heb ik ook zin in. Kijk naar de doos. We zijn er bijna. Er zijn nog wat Splatoon amiibo daar zo. En nog wat Kirby amiibo. En ik denk dat wij nu inderdaad voor de Kirby amiibo gaan. Kijk, hier zijn ze. De Kirby amiibo. En ze hebben misschien niet zo heel veel detail als bijvoorbeeld deze Incineroar uit Smash. Maar ik vind ze toch wel cool. Bijvoorbeeld deze Waddle Dee op die wolk. Die vind ik echt super cute. En ook deze Kirby. Deze Kirby is ook vet, man. Door met Splatoon. Oké, Shovel Knights. Ik denk dat jullie even een klein beetje ruimte moeten geven aan al deze Splatoon amiibo. Die trouwens ook echt super vet zijn. Kijk, deze vooral echt cool. Oké, we zijn er bijna. We moeten de Mii Fighters nog. We moeten de Skylanders amiibo nog. En de Fire Emblem amiibo. En dan is er nog één serie die we moeten. Maar die laat ik jullie aan het einde van de video zien. Dus blijf hangen. En duimpje omhoog sowieso, hè. En laat weten in de reacties wat je favoriete amiibo is. Dus, dit zijn de Skylanders amiibo. Ze lagen best lang in de winkel. Maar nu heb ik het idee dat misschien ja, deze dark versions toch wel een beetje exclusief beginnen te worden. Hier zie je hem van dichtbij. En ja, die dark Skylanders amiibo, die zijn toch best wel cool. Hierachter staat die van Donkey Kong. Die is ook best wel vet. En dan heb je hier de normale Donkey Kong en de normale Bowser. En dan heb je hier nog de voertuigen waar ze mee kwamen. Want Skylanders Superchargers, die draaiden eigenlijk volledig om voertuigen. En dan hebben we hier alle Fire Emblem amiibo. Ik ben niet echt een liefhebber van de Fire Emblem serie. Ik snap nou waarom mensen er fan van zijn, maar het is gewoon niet echt iets voor mij. Als ik mijn favoriete amiibo mocht kiezen, dan zou dat denk ik deze zijn, met dat groene haar. En dan hebben we nog amiibo uit één serie over. En die vind je hier. Nou, deze zijn zo cute.
Je kan toch gewoon niet haten op deze amiibo? Deze zijn zo leuk. En als laatste hebben we dan ook nog deze grote Yoshi. Wat ook gewoon een amiibo is. Ik vind deze echt heel leuk. Jongens, ik zou zeggen, als je dit een vette video vindt, doe een blauw duimpje omhoog, hè. Abonneer op dit kanaal voor meer toffe Nintendo video's. En laat in de reacties weten wat jouw favoriete amiibo is. En dan ga ik die een cijfer geven. Let's go! En dan zeg ik zoals altijd, mazzel!